In een Frans vakantiekamp is de Mexicaanse griep uitgebroken. Het gaat om 24 schoolkinderen en 3 volwassenen uit Frankrijk. De groep moet nu verplicht bij hun vakantiehuis blijven. Het terrein rond het vakantiehuis is afgezet met linten. De Franse schoolkinderen en hun begeleiders moeten hier voorlopig even blijven, zodat ze geen andere mensen besmetten. Gelukkig mogen ze ondertussen wel gewoon buiten spelen. De kinderen van 6 tot 16 jaar oud werden ziek toen ze hier net waren. Niemand is ernstig ziek en hoeft dus ook niemand naar het ziekenhuis. Le phénomène a été rapidement identifié et rapidement circonscrit donc à cet établissement. Les premiers éléments que nous avons sont que l'état des enfants n'est pas inquiétant. De Mexicaanse griep is een nieuwe griep die is ontstaan in Mexico. Het lijkt op een gewone griep, maar je kunt er veel zieker van worden. In de hele wereld zijn bijna 95.000 mensen besmet. In Nederland zijn er nog niet zoveel mensen ziek. 152 mensen hebben de Mexicaanse griep. In Frankrijk zijn er nu 434 besmettingen. Er zijn speciale medicijnen tegen de griep, maar de 24 besmette kinderen in Frankrijk hoeven die niet te slikken, omdat het weer goed met ze gaat. Symptomen zijn relatief frust, allant de toux, céphalée, courbatures. En een traitement de type symptomatique, contre la fièvre, contre les douleurs, a été mis en place. Waarschijnlijk moet de groep vakantiegangers nog een paar dagen bij het vakantiehuis blijven. Daarna mogen de kinderen weer gewoon naar huis.